Mensen, goedenavond. Voor de intonatie, voor het flow van het verhaal, gaan we het gewoon hier lekker op de microfoon doen. In alle rust en mooi voorgelezen en een beetje nabewerkt natuurlijk, zodat we het allemaal goed kunnen verstaan. Bij deze een hele goede avond wederom. We gaan even aan de spiritual life voor vandaag. Ik heb er het een en ander opgeschreven, mensen. Wereldwijd lijken er allerlei spanningen te ontstaan. De derde wereldoorlog staat op het punt om uit te breken. Het is eigenlijk hetzelfde patroon en natuurlijk ook al de derde keer dat zoiets voorkomt. Na een economische meltdown komt er een wereldoorlog waarin de kolonies opnieuw worden verdeeld. Het financiële systeem, wat een Ponzi-fraude belichaamt, kan zichzelf nu eenmaal niet eindeloos blijven onderhouden en in stand houden. Dit komt omdat het een oplichting en een beroving betreft. En net als bij een echte Ponzi-fraude, wanneer de mensen erachter komen dat ze genaaid zijn, is al het geld natuurlijk foetsie. Het is ook geen schande dat we er met z'n allen ingetrapt zijn. Al zou je vandaag de dag al het geld op de wereld weer helemaal exact netjes verdelen onder alle mensen, dan zit het over 5 jaar weer in precies dezelfde zakken. Het systeem is er nu eenmaal op gebouwd om alles leeg te roven. Niet om je van jouw geld te beroven. Het systeem wil je maar al te graag geld geven voor jouw inspanningen en eigendommen. Echter sta je altijd aan de verkeerde kant van het spectrum. Wij zijn allemaal de dupe van een door en door corrupt systeem. Het kon niet anders als in elkaar storten. De verhoudingen tussen arm en rijk zijn nergens en nooit zo groot geweest als in de rijkste landen vandaag de dag. Nooit eerder zo groot ook in de complete menselijke geschiedenis. Dit houdt in dat er inderdaad een bijzonder klein percentage, laat het 0,1% zijn, die misschien wel 80-90% van alle handel en industrie in handen heeft. Of het nu bedrijven, instituten of uiteindelijk mensen en of families zijn, zij staan dus ook aan de basis van de creatie van geld. Er zijn menselijke handen verbonden achter de grote instituten zoals de Europese Centrale Bank of de Federal Exchange. Sterker nog, die officieel klinkende instituten zijn gewoon privébedrijven en in wezen hetzelfde als de supermarkt op de hoek. Het zijn deze mensen aan wie uiteindelijk de staatsleningen en alle schulden met rente moet worden terugbetaald. Deze families die al eeuwenlang op de achtergrond via geheime netwerken op deze manier de wereld beheersen. Wanneer hebben deze gasten genoeg, zou je denken? De Royal Family van Engeland bijvoorbeeld zou zo'n 2500 miljard pond waard zijn. Aan inkomsten en bezittingen, zeg maar. Zij zijn de eigenaar van 1/6 van al het land op aarde. Maar hebben natuurlijk slechts een ceremoniële functie. Nou, een ceremonie hebben we inderdaad wel gezien bij de recente ontwikkelingen in die koningshuizen. Zowel in Engeland als in Nederland. Een achterlijke, achterhaalde traditie. Maar wel een aanwijzing als zijnde de bron van deze wereldwijde oplichting. Het zijn namelijk ook deze koninklijke families die enigszins op de voorgrond treden binnen het netwerk van verborgen handen. Zij zijn natuurlijk naar eigen zeggen al eeuwenlang een publiekelijk figuur. En zo is er natuurlijk ook bijzonder veel geschiedenis terug te vinden. Zeker uit die tijd en zeker uit Nederland. Want Nederland was de baas van de hele wereld, zoals je weet. En binnen Nederland zijn de Friezen de baas en de zaakjes de Groningers. Dat bleek al in 1600 zo te zijn en het werd zelfs mijn persoonlijke ervaring vandaag de dag. Veel sabotageacties en veel trollen heb ik allemaal terug kunnen herleiden naar Friesland of Groningen. Zij hebben letterlijk naar oud-Viking gebruik de wereld structureel en stelselmatig gekoloniseerd en geïndoctrineerd. De oude Friezen waren de eerste die over de wereldzeeën vaarden en maakten elke bevolking tot slaaf. In oude tijden misschien met geweld, inmiddels en ook de laatste eeuwen dus, is men van binnenuit de leiding aan het infiltreren van diverse invloedrijke beschavingen in de afgelopen millennia. De Friezen mensen die gaan heel erg ver terug. Zij hebben door de tijden heen geleerd hoe men het best de mensheid kan vormen en beheersen. Zonder dat men überhaupt bewust is van dus het werkelijke bestaan van deze mensen en invloed ervan. Deze status werd al rond 1600 bereikt.
Zover kan ik namelijk zelf in detail vrij goed terugherleiden waar uiteindelijk dan de scam is begonnen, waar ik dan persoonlijk uiteindelijk verwikkeld mee ben geraakt. En het is inderdaad een netwerk vol samensweerders, maar ook vol met magiërs, heksen, zwarte of witte magie, rare spreuken en vloeken. Een gecoördineerde samenwerking om het schapenvolk der Nederlanden in het gareel te houden. Ik noem het dan de secte waar het kent en komt in vele vormen terug. De magie waar de secte gebruik van maakt is namelijk ook wel echt. Nu is alles natuurlijk überhaupt een hypnose van het bewustzijn. En ook het uitvoeren van een hypnose is een soort van spreuk of magie. Maar naast dat er dus diverse hypnotische programma's zijn die de grote massa in slaap moeten houden, is er voor de zwarte schapen zoals wij, de wakkeren onder ons, dus in elke kolonie een uitgebreid netwerk vol secteleden die in kleine onafhankelijke samenwerkingsverbanden of cellen bepaalde opdrachten uitvoeren die specifiek deze club met zwarte schapen moet zien te beheersen. Deze onderlinge groepen zijn wel weer van hogerhand onderling verbonden, zeg maar. En zo is er dus een dynamisch netwerk ontstaan met vele tussenhaakjes geheim agenten die op tal van momenten in situaties kan worden ingezet. Ik zag van de week weer zo'n verdekte video van Je Beste Vriend Kijkt Met Je Mee bijvoorbeeld. Die opvallend genoeg dan weer een video plaatst met een titel over een jongen en de secte, zeg maar, of iets dergelijks. Voor en achternaam wordt genoemd, prima. Echter, als je dus dit filmpje aanklikt, gaat het uiteraard weer voor het grootste gedeelte over mij en mijn oude bezigheden. Beelden die ik zelf eigenlijk niet eens meer heb, omdat alles is verwijderd door Facebook en YouTube. Maar die wel goed laten zien hoe het dus destijds was. Heel frappant vind ik het ook dat ik na al die video's de afgelopen maanden nog steeds ook niet de alles onthullende video's heb gezien die ik uiteindelijk maakte. Toen ik er dus overal achter kwam en het allemaal kon exposen. Toen letterlijk dus ook de Facebook streamwereld instortte daarop volgend, mijn telefoon ontplofte en de rest geschiedenis is zoals we die allemaal al lang weten. En dat maakt het dan ook alweer interessant om af en toe dus uiteindelijk weer beelden terug te zien nu ik dus achteraf alles weet. Waarmee ook zo overduidelijk mijn gelijk wordt aangetoond. Je ziet nu een fragment van een filmpje dus geüpload door Je Beste Vriend. Het betreft een fragment uit mijn podcastshow in 2020, Het Podium. En in beeld zie je onder andere Inge de Bruin. Vrijwel zeker een valse naam ook. Want daarvan is gewoon 100% vast komen te staan dat deze vrouw mijn zogenaamde handler was. En hier kwam ik dus ook achter toen ik erachter kwam dat mijn telefoon werd afgeluisterd. Over de vele misleidingen en achteraf veelzeggende puzzelstukjes die Inge belichaamt, kan ik letterlijk een boek vol schrijven. Maar dat zal ik je besparen. Pure manipulatie en uitlokking, pure misleiding en echte wolf in schaapskleding. Destijds, toen ik slechts een paar maanden bezig was en niemand kende in die zogenaamde streamwereld, was Inge ook maar een fan van de haan. Dat was de perfect cover. Wat ik zeg, ik was net begonnen en zo kwam ik er zo snel uit via demo's als op aangeven van Inge, uiteraard op Wouter zijn pad. De man onder in het beeld zometeen. Ook wist ik niet wat Avatar of Avatar überhaupt was en ik heb het daarna eigenlijk ook nooit opgezocht. Ik was me eigenlijk niet eens bewust dat hij het erover had of hij het heeft gezegd. Ik wist alleen dus dat hij rare trainingen gaf en deze ook bij de politie gaf. En dat is ook iets wat ik dus achteraf toch zeker wel als een waarheid kan bestempelen. Want samenwerken met de politie deed hij wel. Dat lukt bij een heel aantal mensen. En het is, ik zie het echt als mijn persoonlijke missie. Omdat ik gewoon de kans heb gehad om heel veel jaren met prachtig trainingsmateriaal aan mezelf te werken. De AVTA-training. Even voor Burgerfront. Dan weten jullie het vast. AVTA-training is de beste en de mooiste training ever. Ja, heeft niks te maken met Scientology. Dus welke sukkel zeg maar, mij probeert te blamen of te exposen op Twitter. Echt serieus. Doe je huiswerk. Ja. Als je wat kan vinden over mij, bel me dan eerst even voor hoor en wederhoor. En dan gaan we gewoon eens een keer leuk praten. Ik wil het ook niet eindeloos blijven uitmelken of melden. Maar deze kerel heeft mij er natuurlijk keihard proberen in te luizen met nog een andere semi-bekende figuur in de online wereld. Met een ongelooflijk dom en belachelijk plan. Wat hij natuurlijk nooit bij mij zou kunnen afdwingen, omdat ik niet achterlijk ben. Maar desondanks het toch probeerde en nu dus zogenaamd hiervoor onder andere moet zitten.
Nou, laat ik daar duidelijk over zijn. Daar geloof ik echt geen ene fucking reet van. Maar goed, ik heb uren met autoriteiten moeten praten. Ik ben zelfs opgenomen qua geluid. En heb daarnaast vele gigabytes data ondersteunend bewijs aangeleverd. En daarmee is dus zeg maar voor mij ook de zaak verder afgedaan. Wat echter mijn ogen bijzonder heeft geopend, was doordat ik in gesprek was met de recherche bijvoorbeeld, ik eigenlijk een soort tijdlijn ging creëren van de vele contacten die ik dus had in die dagen en in sequence zeg maar. En toen werd mij een heel ijzingwekkend en overduidelijk dwangmatig manipulatief verhaal duidelijk. Zeker in de dagen rondom dus de final moment dat het dus fout ging met zijn aanslagplan en ik natuurlijk mezelf hiervan had gedistanceerd, heb ik hele bijzondere communicatie ontvangen van de usual suspects. Van diverse verschillende mensen die zowel dichtbij als wat verder van me afstonden. Diegenen die dichtbij me stonden, online dan, waren de boel netjes aan het masseren en aan het warm houden en sturen. En die wat verder van me afstonden, peilden met enige regelmaat mijn stemming en of gedachtegang. Zo werd er dus eigenlijk constant een soort ongoing psychologische operatie uitgevoerd en is dat ook nog steeds bezig. Zo viel het mij bijvoorbeeld op dat wanneer ik bijvoorbeeld in een directe chat zat met iemand, en dan zie je elkaar dus typen zeg maar, dat de mensen die ik dan al verdacht gedrag vond vertonen, dan tijdens die live chat, en na elk uitgebreid antwoord van mij, dan de chat verlaten om later terug te keren, een minuutje later of zo zeg maar, met een kant-en-klaar copy-paste verhaal. Wat mij eigenlijk dus ook vertelt, dat zij letterlijk dus qua psychologie afstemmen wat de beste reactie is naar mij toe. Hier ben ik me ook al vrij lang bewust van dat het zo werkt, en zo heb ik ook al vele mensen persoonlijk voor mij kunnen exposen. In het begin deed ik dat zeg maar lekker publiekelijk altijd, want het was namelijk inderdaad één grote schande. Maar later deed ik dat vooral privé, want dat is namelijk strategisch voor mij beter. En zo heb ik inmiddels al een aardig rijtje mensen zien komen en gaan. Omdat er namelijk dingen gebeuren die gewoonweg niet kloppen. Die niet goed verklaard kunnen worden, behalve dan als hetgeen wat inderdaad van deze secte of organisatie afkomstig is. Naast dat ik bijvoorbeeld met Inge en Wouter in die dagen in contact was, was ik ook dagelijks in contact met Marijke de Jong, de bron van Videre, zeg maar. Die op haar beurt ook alweer jaren in contact stond met, in ieder geval Wouter, wat ze altijd zei. Volgens eigen zeggen kwamen ze vroeger zelfs bij elkaar over de vloer. En ja, ik heb al die quotejes en al die telefoongesprekken waarin dit soort dingen aan mij verteld worden, door de persoon zelf gewoon opgeslagen uiteraard. Ik heb inmiddels vele gesprekken van vele verschillende personen. Maar ook het fragment wat erna komt, zeg maar, met de inval bij Burgerfront. Maar ook het fragment wat erna kwam. En dat is de inval bij Burgerfront. Destijds is het eigenlijk langs me heen gegaan, omdat ik eigenlijk de context ook niet besefte. En me niet gerealiseerd heb dat dit dus ook al was benoemd in de show naar mij, door notabene de secteleider zelf. Maar goed, het bleek dus een verzamelplek te zijn voor die secteleden. En heel opvallend is dat uitgerekend Burgerfront überhaupt de allereerste organisatie was die officieel met mij wilde samenwerken. Al vanaf dag 1 bestond er een soort contact met Burgerfront. Destijds leek het inderdaad allemaal wel oprecht en te goede trouw, maar dat was dus allemaal keiharde misleiding en onderdrukking en een secte. Al die mensen die ik dus met regelmaat om me heen had, zijn overduidelijk die secteleden gebleken. Het is fascinerend, maar ook frustrerend. Want het is namelijk voor mij overduidelijk op een gegeven moment dat zij inderdaad een onderdeel zijn van die secte die achter mij aan zit en waar ik tegen strijd. En dat meld ik dan ook privé tegen deze mensen, die ook niets anders kunnen en weten inderdaad dat het zo is. En een kutverhaal vertellen of doen alsof ze gek zijn. Zo was er dus van de week weer een voor mij heel opvallende situatie, waardoor ik eigenlijk met een behoorlijke reden, als dat zeg maar, dus heb besloten om dus niet naar het poppenkast evenement te gaan. Het was zeg maar het laatste zetje. Of eigenlijk misschien wel een heel veelzeggende duw. Ik ga geen namen noemen en ik ga het ook niet helemaal uitleggen zeg maar. Het komt er eigenlijk gewoon op neer dat ik uiteindelijk 1,5 uur hierover telefonisch heb gesproken en mijn versie op dit verhaal op 10 verschillende manieren geprobeerd verklaard te krijgen.
En het was voor mij meer dan duidelijk, mensen. Door het falen van dit verhaal zag ik dus direct weer de grotere structuur waar ik onderdeel van geworden leek te zijn. En dat is in mijn ogen dus zeg maar die secte die er altijd is en zijn vele gezichten heeft. Het heeft echter ook dus vele beperkingen en houdt ook een bepaalde werkwijze aan. Daarnaast ben je dus als wakkere strijder ook nu eenmaal beschermd op jouw pad van de waarheid. Een bijzonder diepliggend en hoogwaardig fundament in mijn bewustzijn. Nobody can touch me. You can't scam a scammer. Ik weet namelijk wel te overleven in deze wereld vol misleiding. Het zijn letterlijk hulpeloze pogingen vanuit de schaduwwereld om mij op de een of andere manier ten val te brengen of af te leiden. Het mag allemaal niet baten, want mijn missie is mij duidelijk. De waarheid zal ons bevrijden. Ondanks de misleiding is er naast verwarring ook wel heel veel verwondering. Onze huidige wereld is vol van het bewijs van mijn gekke theorieën. De hoogste waarheid wordt het best verborgen gehouden omdat het je blijkbaar zoveel macht en voorsprong geeft. En in onze competitieve wereld, zeg maar, is de mens nu eenmaal geïndoctrineerd om dit soort kennis in eerste instantie voor zichzelf uit te buiten. Je wil je echter laten zien dat je juist door het verspreiden van de waarheid zoals die is, juist de weg voor je vrijmaakt en alles mogelijk maakt. Je hoeft dus geen waarheid uit te buiten, in te pakken of te verkopen. De waarheid verkoopt tussen haakjes zichzelf wel, want het blijft altijd overeind staan. En dat er een aantal mysterieuze waarheden in onze wereld nog steeds overeind staan, staat ook zeker vast. De oudste structuren zijn het meest geavanceerd. Wat zou nou de verklaring zijn voor de verschillende geavanceerde tijdlijnen die we gewoon hebben en zien en die hun tijd ver vooruit waren? Er is namelijk een verklaring en dat is eentje die al vele eeuwen voor ons verborgen wordt gehouden. Kennis die het in de basis mogelijk maakt om dus kolonies van mensen fundamenteel te misleiden in hun wereldbeeld. Symbolism will be their downfall, oftewel symboliek zal een ondergang zijn, is ook hier weer veelzeggend. Ik heb het namelijk over de periodieke terugkeer van het zogenaamde Phoenix-wapen. Elke 138 jaar blijkt de wereld volledig gereset te worden. Onze wereld is een heel andere plek als wat ons al die tijd is verteld, mensen. Het is een intelligente creatie die bewust is gebouwd en wordt beheerd van buitenaf. En wij worden hier bewust binnenin vastgehouden. En dan heb ik het over onze unieke frequentie als het ego-aspect binnen het bewustzijnsveld. Je kunt je voorstellen dat met de huidige technologische ontwikkelingen dat het in de toekomst ongetwijfeld mogelijk is om het bewustzijn over te zetten naar een computernetwerk of naar een harde schijf of weet ik veel wat. Probeer dus in te denken dat er een intelligentie bestaat die dit natuurlijk al lang geleden bereikt heeft. Is dat een alien? Zeker weten. Maar een alien komt niet van een andere planeet of uit de ruimte ofzo. Want dat daarbuiten, als wij omhoog kijken, is niet het universum wat wij denken dat het is. Wij zitten in een gesloten systeem. En gezien de ontwikkelingen en de vele zorgelijke aspecten van ons als mensheid, zitten wij hier waarschijnlijk met een reden opgesloten. Je kan er eindeloos over blijven speculeren en ik adviseer je dat ook zeker te doen. Maar na al mijn eigen kennisvergaring en waarheid zoeken de afgelopen jaren, ben ik dus recent hierop uitgekomen. De hoogste waarheid is überhaupt natuurlijk dat de wereld jouw creatie is als zijnde die van het bewustzijn. Ik ben me ervan doordrenkt dat de externe wereld, dus alles buiten mijn lichaam, in een way beheerst wordt of kan worden van krachten buiten ons zichtveld of frequentieveld. Er is een realiteit binnen ons gesloten systeem welke een wereld belichaamt die wij niet kunnen zien. En dat is ook de reden waarom specifiek dit systeem waar wij ons in bevinden zo dwangmatig is afgesloten en deze periodieke reset kent. Het zijn namelijk de elementen van het bewustzijn dat wij beschouwen als fallen angels of demonen die we kennen uit onze meest oude mythologieën en die hier ook dus bewust door het hogere bewustzijn zijn vastgezet. Voor ieders veiligheid. Zoals ik al stelde, beheersen zij in grote mate de externe wereld. Dit zijn de drijvende krachten achter de oorlogen en conflicten, achter het wereldwijde lijden en de ongelofelijke ongelijkheid in welvaart bijvoorbeeld. Dit netwerk van verborgen entiteiten, de Archonten,
die op zichzelf ook al een hele hiërarchie vormen, beheersen dus vanuit de schaduwwereld de belangrijkste poppetjes in onze wereld. Het is, en misschien met zweverig verhaal of conclusie waar ik dan op uit ben gekomen, maar ik kan niet anders dan dit vaststellen, aangezien onze wereld inderdaad doordrenkt is van dat rare satanisme. En nu ik dit woord uitspreek, satanisme zeg maar, heb ik exact in deze sessie 666 woorden opgeschreven. Het is echt ongelooflijk gewoon. De waarheid zal je dus bevrijden en beschermen. Eerlijkheid duurt het langst en begint inderdaad bij jouw eigen persoon. Stop met leugens, hoe klein ze ook zijn, en vooral die tegen jezelf. Kom erachter hoe je jezelf eigenlijk ook al jaren in de maling kan nemen en hierdoor dus ook vatbaar bent voor de misleiding van anderen. Ga bepaalde dingen in je leven radicaal anders doen en ga zien wat voor magisch effect dit heeft op jouw externe wereld. Ga tegen die stroom in, je eigen weg volgen. In het begin word je dan dus vooral achtervolgd door geheime agenten en zwarte helikopters. Maar je bent ze altijd een stap voor wanneer jij op deze weg naar de waarheid zit. Wanneer jij dus tegen alle protocollen in buiten de realiteit gaat staan en bewegen. Zul je dus in rap tempo elk restje indoctrinatie vernietigen. Aangezien hun fragiele systeem van misleiding daar ook niet op berekend is. En zullen zij zich aan jou dus op verschillende manieren openbaren. Het kwaad zit echter wel letterlijk in ons allemaal en het heeft sowieso altijd wel iets van een invloed op ons. Al ben jij dan 100% wakker, het blijven toch je eigen gedachten. Zo heb jij ook bij jezelf geïnstalleerd als fundament. En zo kun je ook eigenlijk op Gods geniale manier zowel een lichtbaken zijn voor de een als een rode vlag voor de ander. Zonder dat je er erg in hebt of het überhaupt bewust aan het doen was. Het lot is al bepaald. De rollen zijn al verdeeld. Het einde van onze huidige driedimensionale holografische ervaring zit eraan te komen. Daarom zijn die elites ook zo dwangmatig het geld aan het pompen in het bouwen van ondergrondse bunkers. Ook recent was er dus weer een soort nieuwsupdate hierover, waar het blijkt dus dat miljardairs massaal hiermee bezig zijn. Zij lijken zich ergens op voor te bereiden ofzo. Alsof ze inderdaad vermoeden dat er iets ernstigs gaat gebeuren en zij voor de veiligheid diep onder de grond moeten zijn. En dat klopt inderdaad, want dit is dus namelijk het eerder genoemde zogenaamde Phoenix-evenement. En dit heb ik ook zeker niet zelf verzonnen, mensen. Maar toen ik het dus voor het eerst van Jason hoorde, vielen er voor mij zoveel puzzelstukjes op de juiste plek. Zoals bijvoorbeeld het feit dat we op de wapens en logo's van de oude wereld, zeg maar, altijd deze Phoenix terugzien. Een zogenaamde mythologische vuurvogel, maar wel zo prominent op al onze officiële uitingen. Slechts symbolisch, zou je denken. Symboliek wordt hun ondergang. Bedankt voor het luisteren, mensen. You go back far enough in time and you research all the linguistics, you find damn, the similarities are uncanny. It's almost as if the Babel story was true. But it can't be. That's a fairy tale. So, the Tower of Babel story being a fiction conveys a very real fact. The story of Atlantis being a fiction conveys a very real fact. These are failed threats to humanity by an overseer program. That program might be intelligent beings that are watching everything, or it could be nothing but a governor. Imagine a restrictor plate on the continuum that we call history. That restrictor plate is going to make sure that humans only get sophisticated enough to do the things that they need to do. If they start looking up, we're gonna knock them down. So that was also the subject matter of my last chart video, where I showed you all these resets through human history. Every single time we were about to become technologically sophisticated again, over and over and over and over. Our development is steadily retarded by resets over and over and over and over. But in 1902, we were given a pass. In 1902 is the final 414-year period. The cursed Earth system, which was discovered by biblical chronologist Stephen Jones and published widely in his book, The Secrets of Time. Not my discovery. All I did was find out that his chronology perfectly mirrors the Phoenix timeline.